Welkom. Hoi, welkom bij dag 2 van de Gamescom. Wow. Was dat een raar beweging? Geen idee, maar het zag er leuk uit. Ja, dag 2 van de Gamescom. Gamescom is nog niet begonnen, het is de dinsdag voor Gamescom. Maar ja. Er staan wel wat dingetjes op het programma. Daniel. Ja, we gaan sowieso eerst onze perspas halen. We zijn natuurlijk al geaccrediteerd, maar we moeten nog de bandjes zeg maar. Dat de press op staat. En dan gaat Tom naar Xbox om heel veel games te checken, zoals Gears en Forza en zo. En s'avonds gaat Leon naar EA. Die gaat ook heel veel games checken, zoals Battlefield 1 en Titanfall 2. En dat was het eigenlijk. Ja, FIFA. Ja, en het wordt de eerste keer, Tom gaat sowieso vloggen, het wordt de eerste keer dat Leon vlogt. Dus dat wordt al heel spannend om te zien wat hij gaat doen. Ja. En wij hebben vandaag een beetje een chill dag, ik weet niet. Ja. We zijn nu bijvoorbeeld onderweg naar de supermarkt. We zijn onderweg naar Leon Stougie, want die is met de trein nu hierheen. Ja. En tram. Leon 2.0 met de trein en toen met de tram. Dus die wachten we straks op bij de tram. Dan gaan we gezellig hallo zeggen. En Stijn komt vanavond, die komt pas om 11 uur. Nou goed, het is voor ons een beetje een relaxte dag. Ja, maar een beetje nieuws. Stik ook zo. Dat hebben we echt nog niet gedaan. Nee, nou, dat gaan we wel doen. Maar dat denken Tom en Leon natuurlijk nu heel erg. Ja, is ook zo. Maar hij zit hier gewoon te chillen. Gewoon Duitse vrouwlijnen die langskomen te checken en zo. Moet ook gebeuren. Leon 2.0 die is heeft net een reis gemaakt van weken door Azië. En die was gisteren aangekomen in Nederland. Is nu alweer in Duitsland voor een beetje keihard werk hier op Gamescom. En daar is hij. Helemaal met de trein, met zijn koffertje, met de tram. Yo Leon! Goedemiddag. Hey, hoe is het? Jezus, ook bruin ook en zo. En, ja, dat mag op zich ook wel na een maandje op vakantie. Maand vakantie, chill hè. Vakantie. Kom, we gaan drinken. Ben. Maar het is een beetje net als de Xbox After Hours op E3. Je kunt al na de beurs van Xbox, de booth, om daar games te checken, behind the scenes. En ze hebben deze band geregeld en ik love ze nu al. Zo fantastisch dat ze dit doen. Dit is van Sea of Thieves. Ik ga de game denk ik zo ook nog even checken. Ik heb net al Gears of War gehad. Straks heb ik nog Forza Horizon 3. En verder weet ik niet wat ik allemaal ga doen. Maar ik moet zeggen, dit is wel echt oprecht fantastisch. En waar is het bier? Dat vraag ik me af. Of de ale, de rum. Dat was voor de Xbox After Hours. Dat doen we met de Xbox After Hours, want het is de Xbox Showcase. Het komt eigenlijk gewoon neer op de After Hours, dat je ook hebt kunnen zien van de E3. Ik heb sowieso al de eerste goodies binnen. Hoe vet is dit? Gewoon, de eerste zijn al gewoon gescoord. Ik zal niks laten zien, want dat is lekker spannend. En je kunt op Gamersnet kun je kijken. We gaan elke dag gaan we de nieuwe lijst aan goodies gewoon doorgeven. Gewoon alles geven we weg. Gewoon alles, je zegt gewoon ik wil dat winnen. En dan kijken we of je dat kan winnen. En dan wordt het een lijst die elke dag geüpdate wordt. Gamersnet.nl, je kunt het altijd zien. Als je het op YouTube kijkt, nee. Geen kans. Gamersnet.nl, go. Ik weet niet of jullie die film Lawrence of Arabia ooit hebben gezien, waarin de hoofdpersoon door de woestijn daalt, compleet verdwaald. Zo voel ik me op dit moment een beetje. Ik ben al een half uur op zoek naar de stand van EA, waar ik een paar gamepjes zou gaan spelen. Een half uur geleden. Maar ik kan het niet vinden. Volgens Peter is het in hal 8. Ik sta nu in hal 8, maar... Het ziet er niet uit alsof je hier is, dus mocht dit het laatste zijn wat jullie ooit van me zien, dan weet in ieder geval dat ik ben gestorven op een missie. Jee, ik ben er! Ik had echt super erg gehaast om hier te komen, want ik ben nu al een half uur te laat, maar zoals je ziet is er nog echt bijna niemand. Dus dat is een beetje vervelend, maar goed, uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit, want ik ga straks Titanfall 2 spelen, dat maakt alles goed. Titanfall 1 was mijn GOAT van 2014. En ik ben echt super benieuwd naar wat Titanfall 2 ons straks gaat brengen. Dus het wordt een vet moment. Van het hoogtepunt van de beurs misschien al, aan het begin van de beurs. Ik denk dat de beurs nog niet eens begonnen. Het wordt steeds gekker. Dus ik kom terug van de Xbox Vissa op de beurs. En ik kan de jongens echt nergens vinden in het hotel. Right. Yo. En ze schijnen dus wel ergens rondom het hotel te zitten. Ze kunnen niet ver zijn gegaan. Zoals baal ik van mezelf. Heb je een goed idee? Nou, ja. Tenminste, ja, het is niet eens goed, het is wel echt een kut idee. Laten we gewoon eerlijk zijn, het is gewoon een vreselijk idee. Ja. Maar nee, ze zijn in een fucking bootje op het water aan het varen. Wij moeten nu dat item opnemen van, hoe heet die shit? E-sports. Iedereen met de Rebels. Ja. En, want we gaan naar ronde 3, jongens, check dat. We gaan de jerseys ontwerpen. Super. En we zijn natuurlijk in Duitsland, dus ik dacht, god, zullen we het gewoon opnemen op het water, want ze verhuren hier bootjes. Echt, hè?
Ja, echt een heel goed idee. Daar had ik ze dan weer net niet verwacht. Dus stel gamers denken van waar kunnen ze zijn in het hotel? Oh, de bar, nee. Oh, de ontbijtruimte, nee. Een bootje aan het water. Dat dus. Ja, maar we hebben hiervoor wel echt gewoon 20 minuten moeten lopen om geld te kunnen pinnen. Ja, want Duitsland is soms toch nog wel een beetje een tweede wereldland hoor. Ze gaan hem pinnen en zo. Ja, dat is wel. Maar oké. Nou, we gaan zo denk ik maar opnemen denk ik. Ik vind het vet idee. Is dat toch wel. Uniek. Ik denk dat Tom, dat zei je al. Tom is trots op ons. Dat denk ik. Weet ik nu al. Je was echt super heftig aan het typen. Ja, maar ik ben klaar met mijn zin. Dus. Oh, oké. Okay. Dat is wel echt heel vet, Tom, als journalist aan de slag. Nice. Dude, je moeder is zelf moeder. Maar, wat? Wat? Oh, dat heb ik echt letterlijk gezegd. Ja, echt, hè? Bizar. Hey, luister, wat moeten mensen doen? Waarvoor? Dit is het einde van de vlog. Oh. Ik denk de ons volgen. Nice. Het liken. Nice. Een reactie achterlaten. Helemaal prima. Je mag ook ons nog tips geven. Van, hey, je absoluut. Kunt dit gaan doen, je kunt dat gaan doen. Ja, check vooral de previews die nou verschijnen langzaam. Ja, heel veel previews. De goodie giveaway komt er zo snel mogelijk aan. Wat leuk. En die wordt dan dagelijks geüpdate. Dus de regel is dan dat je gewoon dagelijks terug moet komen op Gamers. Een soort dagelijks update HD. Ja, dagelijks goodie giveaway HD. Nice. Nou, jullie hebben je missie. En ook op Twitter, Facebook en overal. YouTube's. Instagram. Alles. Twitch. Je doet maar. Geen verplichting. Maar nu doen we. Nu wel.